prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Zo, ouwe jongen. Nou heb ik je getrimd, bewaterd. Ik heb je dekentjes opgeschud. Wees jij nou zo verstandig en kom er weer helemaal bovenop. Nou, vergeet het maar. Wat? Zolang die boom hier staat, zal er in zijn directe omgeving niks meer floreren. Verrek, man. Ik schrik me rot. Nou zie je het toch zelf ook. Die boom trekt alle kracht uit de grond. Het is die boom niet. Die plant deugt niet. Het is die boom wel. In mijn tuin wil ook niks meer fatsoenlijk groeien. Man, klets nou niet. Het lijkt bij jou wel de Floriade. Bovendien neemt hij mijn zon weg. Wees nou toch redelijk, man. Laat mij dat ding omzagen. He? Het hoeft jou niks te kosten. Sterker nog, je kunt al het hout hebben voor je open haard. Jij houdt niet op, hè? Jij blijft maar bezig. Nou sta je al een maand tegen die boom aan te zeiken. En terecht. Hij staat voor de helft in mijn tuin. Ik kan hem zo omzagen als ik het wil. Alleen met mijn toestemming. Wij moeten het samen eens zijn. En dat zijn we niet, want ik ben tegen. Er verdwijnt toch al genoeg groen uit de buurt. Ach, kom nou toch. Die ene boom. Ja, zeker die ene boom. Zo zijn ze in Brazilië ook begonnen met hun regenwouden. Die boom blijft staan. Morgen gaat de beuk erin. Jij blijft met je jatten van die beuk af. Het is geen beuk. Kan me niet schelen. Als jij hem ook maar één takje krenkt, doe ik jou een proces aan. Oh, je gaat je gang maar. Grote zeiker. En als je gaat schelden, doe ik je nog een proces aan. Wat een flinke kerel. Oh, ga je maar gauw de aardappeltjes opzetten, want dan komt je kostwinnertje al aan. Hé! Hey! Waarom schop jij de gieter? Oh, dat doe ik altijd als je thuis komt. Is je dat nooit opgevallen? Het wordt je allemaal een beetje te veel, schat. Hé, denk een beetje om de buren. Oh, sinds wanneer trek je iets aan van de buren? Nou, Hummus begon weer over die boom te zeiken. Ach, laat hem dan maar. Nou, aan me nooit niet. Ik ga me een beetje tegen zo'n leeg gat zitten aankijken. Het hoeft ook niet, lievertje. Oh, nee? Nou, het is je reinste kaalslag. Het hele cachet verdwijnt toch uit mijn tuin? Kom nou maar. Zo. Ga jij maar eens even rustig zitten, ouwe mopperaar. Kan jij die boom eens even vergeten en naar je vrouwtje luisteren? Zeg eens, wat heb jij? En dan moet je ook even die boze buurman vergeten. Wij gaan verhuizen. Wat? Verhuizen? Hij staat te koop. Wie? De bungalow. Wat bungalow? Joris Huisman, de bungalow waar jij en ik al jaren op verliefd zijn, staat opeens te koop. Nou en? Nou en? Nu is je kinderachtig. Ik doe helemaal niet kinderachtig. Ik ben best tevreden met dit goede oude huis. Ja, maar dit goede oude huis zal binnenkort alleen nog maar een oud huis zijn. Je kan het niet meer aan, Joor. Je kan het niet meer onderhouden. Je kan het zelfs niet eens meer schoonhouden. Nou wordt hij mooi zeggen. Ik werk met een ongeluk en... Ja, nou precies, dat is wat ik bedoel. Ik heb geen kritiek. Ik constateer alleen maar. Je wordt er ook niet jonger op. Nou, heb je klachten? Ik neem het op tegen elke jonge knul, als je dat maar weet. Ik ben meteen even bij de makelaar langs geweest. Ze is even bij de makelaar langs geweest, nee hè? Ja, hè? Ja. Hij had waarschijnlijk ook al een koper voor ons huis. Dat is mooi, hè? En we kregen optie op de bungalow, zo voorlopig een week. Wel ja. Mevrouw heeft alles achter mijn rug omgeregeld. Ik ben hier de arme huissloof. Ik word overal buiten gehouden. Ik ben alleen maar goed genoeg om... Nee, Joris, nou is leuk geweest, maar nou moet je ophouden. He, ik heb afgesproken voor vrijdag tussen de middag met de makelaar en de eigenaar van het huis. Kunnen we even kijken? Ja, ja, dat ken ik. Even kijken. En wie is die makelaar? Van Hoijteren. Ook dat nog, die laat je nooit meer los. Ga je mee? Ik weet niet. Zullen we wel zien. Oh, als je niet wil, ga ik alleen. Nou, dan ga je maar alleen wonen ook. Nou, wie weet. Goedemorgen. Ook goedemorgen. En, buurvrouw. Begint u al een beetje te wennen hier? Oh ja hoor. Als je me maar geen buurvrouw blijft noemen, dan vind ik ze oenig. Zeg maar gewoon Molly. Molly? Ja, en jij? Van der Plas dus, hè? Ja, dat weet ik. Lodewijk. Lodewijk, mooie naam. Wat een weertje, hè? Nou, gaan we het over het weer hebben? Ja, zonnetje erbij. Lekker weer. Nou, vind ik niet. Nou, het is prachtweer. Alleen u merkt er niet zoveel van.
Die rotbomen hier, die houdt alle zon tegen. Zou je denken? Ja, nou en of. Het moet in uw woning stikken donker zijn. Nou, donker, donker. En vochtig. Als er geen zonlicht kan doordringen, slaat de zaak vochtig. Daar valt toch niet tegenop te stoken? Zon dood schimmels. Heeft u geen last van schimmel? Nee. Of ja, toch. Vlak bij het bovenraampje zit een zwarte plek op het behang. Zou dat schimmel zijn? Ja, natuurlijk. En dan geen zonlicht vanwege die boom. En hup, de schimmels vliegen de pan uit. Daar kan een mens goed allergisch van worden. Nou, je het zegt, ik moet de laatste tijd wel vaak niezen. Nou, ziet u nou wel als ik het niet dacht. U moet aan Joris vragen of die boom er niet eens uit mag. Dat is beter voor ons allemaal. Waarom vraag je het hem zelf niet? Nou ja, kijk, u woont hier net, u bent familie. Ik denk dat u hem wel kunt ompraten. Ompraten? Die boom? Nou, zeg, zo kwebbel ben ik nou ook weer niet. Hi, pap. Kijk eens wie we daar hebben. Ken ik u niet ergens van? Goh, wat heb jij een leuk hemd aan, zeg. Nou, dat heb ik dus al een eeuwigheid. En dat kon jij weten als je wat vaker langskwam. Pap, wat heerlijk toch. Je wordt op je wenken bediend. Ik ga mijn flat verhuren. Hoezo? Voorlopig voor een jaar. Ik heb ontzettend hard geld nodig. Ja, aan wie? Amerikanen, die zijn er reuze happig op. Ach ja, die stakken zijn niks gewend. Nou, het is best een leuk flatje. Zeker, en je zult het vast missen als je straks met leger des heils in slaap probeert te huilen. Nee hoor. Ik ga gewoon weer gezellig op mijn oude kamertje in deze veel te grote riante woning zitten. Zie je me iedere dag weer. Hé? Gewoon weer helemaal hier? Ja. Wat gezellig. Nou, wat mij betreft ben je van harte welkom. Liever vandaag dan morgen. Oh, wat ben je toch een schat. Kijk eens wie we daar hebben. Een kind van me. Dag, schat. Ik heb je de eeuwigheid niet gezien. Oh, maar dat gaat nu veranderen. Ze komt weer bij ons wonen. Bij ons wonen? Hier? Heb je dan niet gezegd dat dat niet kan? Wat mij betreft kan het. Er is toch nog niks definitiefs? Hoe heeft je vader niet gezegd dat we gaan verhuizen? Verhuizen? Daar heb jij helemaal niks van gezegd. Jij deed net of je hartstikke blij was dat ik terug zou komen. Was ik ook, ben ik ook. En als Hanna geen roet in het eten gooit, kun jij zo weer in het oude hokje kruipen. Oh, geef mij maar weer de schuld, conservatieve lafaard. Omdat ik mijn eigen dochter niet op de keien wil zetten? Omdat je dit huis niet durft los te laten. Maar vind jij het dan niet erg om het huis van opa en oma in de steek te laten? Ah, lieve schat, het is toch veel te groot geworden voor ons tweetjes. En je vader kan het niet meer aan in zijn eentje, al zal hij dat nooit toegeven. Ja, er moet toch wat op te vinden zijn? Ja, ja, ja. Een nieuwe, luxe, ruime, niet al te grote bungalow. Toch niet dat ding waar je al zo lang over zit te fantaseren, hè? Zeker wel. Staat die te koop dan? Ja, en ik heb er een optie opgenomen. Voorlopig voor een week. Nou ja, ik word gek. En waar moet ik dan naartoe? Goeie vraag. Nou, misschien heeft nicht Molly nog wel een kamertje voor je. Nee. Ja, als Trace er nou nog woonde. Oh, maar Molly is ook reuze aardig. En in het geheel niet eenkennig. En ze hobbelt hier al net zo makkelijk binnen. Te makkelijk, als je het mij vraagt. Ah, joh, ze vindt het heerlijk. Ze heeft verder niemand, moet je denken. Dan weet zij al dat jullie weggaan. Nee. Nee, maar laten we niet op de zaken vooruitlopen. We moeten nog een koper voor dit huis zien te vinden, weet je wel. En wat dachten jullie ervoor te vangen? Nou, onder de 7 ton gaat het de deur niet uit. Doe niet zo belachelijk, Joris. Heb je het dan laten taxeren? Niet nodig. Dat moet het opbrengen en geen cent minder. En die bungalow? Wat vragen ze voor die bungalow? Meer, maar ze zakken wel. Heb je er soms wel een bot op uitgebracht ook? Nee, nee, daar wou ik het eerst met jou even over hebben. Zie je, dat waardeer ik nou zo in je. Altijd eerst even met je man overleggen. Zelfs als het een kleinigheid betreft, als het kopen van een huis. Nou, doe me niet zo cynisch. Straks ben je wat blij als je alles gelijk verloers hebt. De slaapkamers, de badkamer. En dan overal lekker de drempels weg, dat ik er beter door kan met mijn wagentje. Ja, draaf niet zo door, jij. Ach, in zijn hart is hij maar wat blij dat alles zo prettig voor hem geregeld wordt. Oh, wat ben ik blij. Post, gezondheid. Dank je. 3 keer, dat betekent mooi weer. Laten we het hopen, want ik kan best wat zon gebruiken. Nou, anders ik wel, maar helaas. Helaas? Ja, helaas. Want als hij schijnt, heb ik er nog niks aan. Dat begrijp ik niet. Dat komt door die boom. Die neemt bij mij alle zon weg. Ja, en bovendien zuigt hij de kracht uit de bodem van mijn tuin.
Uit de jouwe trouwens ook. Zo wijten we dat die hoek. Jij laat je voor andermans karretje spannen. Jij speelt onder één hoedje met die milieuverzieker van hiernaast. Dat heeft niets met Lodewijk te maken. Dat hij nou... Lodewijk? Zo, ik woon nu 15 jaar naast die knakker, hè? En het is nog steeds buurman, gelukkig. In ieder geval heeft dat er niks mee te maken. Dat hij nou toevallig ook last van die boom heeft, bewijst alleen maar dat hij... Ja, laat me zitten. Ik krijg bezoek, een zakelijke kwestie. Dus zou jij zo vriendelijk willen zijn om me even alleen te laten met de heren? Oh, goed hoor. Voor mij zou je geen last hebben, ik ben al weg. Dank je, Molly. Dag heren, goedemiddag. Dag, meneer Huisman. Mag ik u even voorstellen, dit is meneer Van Halen. Huisman. Van Halen. Meneer Van Halen is een serieuze gegadigde voor uw woning. Gegadigde? Niet meer dan dat voorlopig, hè? Maar ook niet minder. Maar ter zake, wij zouden graag even uw woning in oogenschouw willen nemen, als dat kan. Nou, komt u even mee. Ach, ik heb het eigenlijk wel gezien. Dit is wat je noemt een ouderwets degelijk herenhuis. Ja hoor, ach, wat achterstallig onderhoud. Meent u dat nou? Ik had u moeten waarschuwen, meneer Van Halen. Meneer Huisman is een grappenmaker. En dit is de badkamer met lichtbad. Ja, de badkuip moet nodig vernieuwd worden. Maar ja, ze toch wel willen verbouwen en veranderen. De cv moet trouwens ook nodig vernieuwd worden. Beneden is er nog zo'n ouderwetse gasvreter. Oh. De ouderslaapkamer. Een ruim en geriefelijk vertrek op het noorden. Zomers niet te warm, 's winters niet te koud. Slaapt u hier dan ook wel eens? Hoe bedoelt u? Nee, niks. Laat me zitten. Joe, blijf maar. We komen beneden. Nou, deze deur die gaat naar de zoldertrap. Als u wilt, kunt u naar boven, maar ik zou het niet aanraden. De vloer is een beetje gammel. Nee, dank u. Ik geloof het wel. Hé, hey, ik zag de auto. Hebben jullie alles al bekeken? Mevrouw Huisman, dit is meneer Van Halen. En, hoe vindt u het? Degelijk huis, nietwaar? Maar met achterstallig onderhoud, zoals uw man al zeer terecht opmerkte. Mijn man? Ach, het pand kan hier en daar best een nieuw verfje gebruiken. Maar dat laten we graag aan de nieuwe eigenaar over. En terecht natuurlijk, want smaken verschillen. En de cv is nodig aan revisie toe, zoals uw man al zei. Heb jij dat gezegd? Nou, een kleine moderne hoogrendementketel is nooit weg. Maar dat zijn nauwelijks de kosten, als je de prijs van het huis nagaat. En wat is die vraagprijs, als ik vragen mag? Nou, vraagt u dat maar aan meneer Van Hoyteren. Dat is per slot de makelaar. Maar onder de 7 ton gaat het niet weg. Dat kan ik u wel vertellen. Zo, dat is niet niks. Ja, maar het huis ook niet. Dat hoort u mij niet zeggen. Het is trouwens de vraagprijs. Over de prijs wordt u het vast wel eens. Vast wel. Als het maar 7 ton is. U hebt gevoel voor humor, dat moet gezegd worden. Ja, vindt u ook niet? Ach, het houdt me op de been. Nee. Die man bevalt me helemaal niet. Die kop en dat dasje. Ah joh, als hij maar goed is voor zijn geld. Geld, 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 zo ken ik jou helemaal niet. Doet het je dan niks dat in jouw ouderlijke huis waarschijnlijk een sekshuis gevestigd zal worden? Sekshuis? Hoe je daar nou bij? Nou, daar is het helemaal type voor. Oh, ken jij die types dan? Ik je? Nee, maar zo stel ik me die lui voor, hè, gewoon. Ja, ja, ja. Nou, jij bent me een beetje te goed geïnformeerd. Hanna, laten we er nou nog eens goed over nadenken. Jouw moeder zou zich in haar graf omdraaien als ze wist dat jij je huis wil verpatsen aan de eerste de beste zoeteneur. Zoeteneur, zeg. Wie is er hier een zoeteneur? Ga je een nieuwe baan zoeken, Joris? Deze dame hier wil van het huis haar ouderen een hoerenkast laten maken. Oh, alsjeblieft, doe maar. Dus je gaat in zaken, Hanna. Ah, oh, laat je door die man toch niks wijs maken. Nee, ik wil gewoon het huis verkopen. Joris wil het niet. Punt uit. Verkopen? Dit prachtige oude huis? Nou, laat dat prachtige er maar af. Ik snak altijd naar een moderne bungalow. Nou, dat had je me ook wel eens eerder kunnen vertellen. Je weet toch waarom ik het huis van Trace gekocht heb? Natuurlijk om gezellig naast ons te kunnen wonen. Nou dan, jullie zijn mijn enige familie. Ik heb verder niemand. Ja, nou, dat is heel triest. Ah, het is toch nog niet zo ver. Joris, die heren, hè? Toen jij me opeens naar huis joeg, waren dat soms kopers? Dat was een makelaar en een koper. Oh, wacht. En die koper, die wil er nou een... Sekshuis. Sekshuis van maken. Ja, dat bedenkt Joris. Je kan wel zien waar die met zijn gedachten zit. En als het al zo was, aan wie lacht het dan? Oh ja, dat kennen we. Nou,
Ik zal jullie vreselijk missen. Ach, we hoeven elkaar helemaal niet te missen. Die bungalow staat hier nog geen 10 minuten vandaan. Ja, maar dat is toch heel anders. Zo is dat uit het oog, uit het hart. Nou, daar gaat mijn levensvreugde. Ik kan toch niet zomaar een sekshuis binnenwandelen voor een beetje gezelligheid? Nou, dat moet je niet zeggen. Die dames schijnen heel sociaal te zijn. Heb ik me wel eens laten vertellen. En Hassan, die nemen jullie natuurlijk mee. Hassan, nee. Nee, daar hebben we geen plaats voor. Ach, die arme man. Weet hij het al? Nee, hij weet van niks. Hij wordt zomaar van de ene dag op de andere op straat gezet. Nou, dan mogen jullie het hem wel eens vertellen. Nou, dat moet jij dan maar doen. Nee, dat is meer iets voor jou. Nou, het is jouw plan. Ja. Wie vertelt het Hassan? En, heeft u het er nog over gehad? Gehad? Waarover? Nou, over die boom natuurlijk. Boom? Welke boom? Ach, kom nou toch. U zou toch met Joris gaan praten over die boom? Onze boom, mag ik wel zeggen. Oh, die boom. Ja, daar heb ik het over gehad met Joris. Ah, ziet u nou wel. En wat zei hij? Hij doet het niet, hoor. Hij zei dat wij tegen hem samenspanden en dat hij me dat erg kwalijk nam. Ach, kom. Dan moet hij zich niets van aantrekken. Ja, toch doe ik dat wel. Gek, hè? Ja, je moet maar een beetje geduld hebben. Mij dunkt dat ik geduld heb gehad. Mijn geduld, dat is zo langzamerhand uitgeput. Ze gaan binnenkort verhuizen. En dan kan je alles platgooien wat je maar wilt. Maar mondje dicht, hè? Anders heb ik weer gekletst. Nee, toch. U maakt een grapje. Ik wou dat het waar was. Hij heeft er mij niks over gezegd. Nee, natuurlijk niet, omdat hij het eigenlijk helemaal niet wil. Maar zij wil het. En dan zal het gebeuren, hoor. Ah, juist. Ja. Wil je nog koffie? Zeg je? Is het spannend? Nou, nee. Maar er staan wel een paar verdraaid goede tips in waar je bijvoorbeeld op moet letten als je een eigen huis koopt. Nou, dan ben jij er behoorlijk laat mee. Wordt geklopt? Ja. Yeah. Binnen. Hoi, Hanna. Hoi, Joris. Ja? Fatima. Hallo. Hallo. Kennen jullie elkaar al lang? Al 14 dagen. Nou, zeg, dat is inderdaad een eeuwigheid. Dat je er zo lang verborgen hebt kunnen houden. Omdat wij nog nooit hier geweest zijn. Ja, dus we kwamen in mijn flat. En daar is het niet zo bekrompen als bij Hassan. Nee, Hassan heeft nog zijn donkere kamer, hè. Dat vreet ruimte. En meneer is ook een beetje slordig. Willen jullie niet gaan zitten? Ga zitten. En, bent u al lang in Nederland? Ja, al heel poos. U spreekt vrijwel accentloos Nederlands. Dat ook, ja. Ja, ik vind dat je het maar meteen moet zeggen tegen Hassan. Wat zeggen? Is er iets? Komt er weer een huurverhoging? Geen huurverhoging. Oh, gelukkig. Huurafzegging. Ik bedoel, we gaan verhuizen. Dit huis wordt verkocht. Verkocht? Ja. Dit huis? Hanne heeft er zin op een bungalow gezet en het is zo goed als rond. Ja, en dus zal je naar een andere kamer moeten uitzien. Sorry, Hassan. Dan trek ik toch gewoon bij haar in. Bij mij? Wat verbeeld je eigenlijk wel, meneer? Ik ken je nog maar amper en wil je zomaar plomp verloren bij mij intrekken. Neem mij niet kwalijk. Ik dacht dat wij samen kunnen... Ik hou er niet van dat op zo'n manier beslissingen worden genomen. Jij moet niet zo gauw boos worden, jij. Jij moet eens leren dat ook Marokkaans vrouwen hun eigen beslissingen zelf kunnen nemen. Oké, goed. Ik sta op straat. Wat beslis jij? Voorlopig niks. Kom, ik moet er vandoor. Ik bel je nog wel. Waarom ga jij ineens weg? Ik heb een afspraak. Dag, mevrouw Huisman. Dag, meneer Huisman. Ja. Oh ja, je hoeft je niet op de keien te laten zitten, want je geniet huurbescherming. Of heb je soms een huurcontract? Nee, hij heeft geen huurcontract. Daar behoeft hij dan bij. Want hij zal nog een hele tijd bij u moeten blijven. Goedemiddag. Jane Pietersen bij de hand, tante. Ze is meester in de rechter. Meester op alle wapens. Veel te bij de hand van jou. Ja, veel te bij de hand, hè? Een dom en onderdanig wezen, dat is wat de mannen willen. En is dat waar? Hoef ik hier niet meer uit? Oh, reken maar van yes. Je vriendin Foetsie, je huis kwijt. Heb je allemaal aan Hanna te danken. En hoe zit dat dan met de huurbescherming? Oh, dat weet ik niet. Zal voor jou niet gelden. Ik zou je toch nog eens een Fatima vragen. Ja, kijk jij maar uit. Die laat je er dik voor betalen. Hè? Ja. Nee. Nee hoor, daar kunnen we niet mee akkoord gaan. Joris! Nee, echt niet. Geen sprake van. Nee, en mijn man zou het ook nooit goed vinden.
is van Hoijteren met een bod van Halen 600.000 gulden. Het dak op, we zijn geen filantropische instelling. 650.000 gulden en geen cent minder. Zeg hem dat maar. En dat is nog voor niks. Goed, in orde. Ja, dag meneer van Hoijteren. Tja, wat denkt hij wel, zeg. Ja, een ton lager. 6,5 heb ik gezegd en geen cent minder. Jij smijt hem met halve tonnen alsof het niks kost. Dat is geld, dus 50 mil waar je het over hebt. Jawel, maar 7 was wel een beetje veel. 50 mil? Wat hadden we er niet voor kunnen kopen? Een nieuwe auto, een grote caravan. Oh, ik dacht dat je helemaal niet van een caravan hield. Ja, wel als ik de rest van mijn leven in zo'n rotbungalootje moet slijten. Dan liever de wijde wereld in. Rotbungalootje? Een 7 ruimte, ik weet niet hoeveel kamers. Is er dan misschien een kamer voor mij, B? Prachtige bungalow, vindt u niet? 7 ruimte, unieke ligging, perfect onderhouden. En ze vragen echt niet te veel. U kent ons bod, hè? 6,5 ton. Ik wil er geen cent op toeleggen. Ik wil het proberen, maar het is absurd. Daar zullen ze nooit op ingaan. Prima toch? Dan maar niet. U vergeet dat u het bod van meneer van Halen al hebt geaccepteerd. Uw oude huis is verkocht. Ja, dat is waar. Mijn vrouw had ook nooit 0,5 ton moeten zakken. Wacht eens even, we hebben nog niks getekend. Maar dat hoeft ook niet. Een mondelinge overeenkomst is bindend. Zo luidt de wet. Oh ja, dat wist ik niet. Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Nou ja, ik heb ook geen spijt van. Maar u heeft toch een prachtige prijs bedongen? Ja, een prijs uit de loterij. Dat een 0,5 ton meer kunnen zijn. Nee, zeg. Dat bestaat toch niet? Zeg, ben je helemaal van dat pot gerukt? Wie heeft jou toestemming gegeven om die boom om te zagen? Dat is wel hondsbrutaal, hè? Vind je zelf ook niet? Nou, kalm aan een beetje, hè. Wat kan jou dan nou schelen? Jullie gaan toch verhuizen. Verhuizen? Wie zegt dat? Hoe kom je erbij? Molly. Oh, als ik het niet dacht. Die heeft haar mond weer eens voorbij gepraat, hè? Wacht eens. Dan heeft ze jou ook verteld dat de nieuwe eigenaar er een sekshuis van wil maken. Daarom moest die bommen zo gauw uit, hè? Vieze gluurder. Een sekshuis? Ja, hou je maar niet van de domme. Als je maar weet dat de koper dit niet pikt. Hij heeft het huis gekocht met alles erop en eraan, omdat het hier zo beschut ligt. En ik ben er verantwoordelijk voor dat hij het zo krijgt. Precies, en dit pikken wij niet. Dus jij ziet maar dat die boom er weer komt te staan, anders doe ik jou een proces aan. Kom mee, Hanna, het is geregeld. Maar luister nou eens. Ik weet toch niet... Dag mevrouw Huisman, dag meneer. Ik heb getekend, de waarborgsom is gestort. Wij zien elkaar weer bij de notaris. Ik wens u veel geluk met uw nieuwe aanwinst. Ja, ik ook veel geluk ermee. Ik hoop dat het opknappen niet al te zeer uit de hand zal lopen. Oh, maakt u zich geen zorgen, ik heb alleen sloperskosten. Hè? De zaag gaat zo gauw mogelijk tegen de grond. Wat krijgen we nou? Zo is het mevrouw, er komen hele mooie appartementen voor in de plaats. Nou, ik moet er weer eens vandoor. Dag mevrouw, dag meneer. Wist u dat? Wat gemeen, wat laag, wat ingemeen. Dat lieve, mooie, oude, goede huis van mijn ouders tegen de grond, dat kan toch niet? Hé, hey, Joris, zeg jij er nou eens wat van? Dat kan toch niet? Nee, ik teken niet. Ik laat hem gewoon barsten, die rot, van ik teken gewoon niet. Of u nou tekent of niet, mevrouw, u heeft uw huis verkocht. Oh, dan steek ik het in brand. Ik steek het gewoon in brand. Doe nou, kom maar. Ik steek het in brand. Doe nou maar, liefje, hé, hey, hallo. Ja, ik begrijp het. Het bestemmingsplan staat appartementen toe. Ja, nou, mijn vrouw en ik wisten het niet. Pa, is dat plan niet aan te vechten? Stil nou. Ja. Ja. Nee, nee. Is het definitief? Een ogenblikje. Wat is het nou? Kan er geen bezwaar worden ingediend? Nee. Ja, sorry meneer, mijn vrouw vraagt of er nog bezwaar ingediend kan worden. Daar is het dus definitief te laat voor. Ja, nou, dank u wel meneer. Dag meneer. Waarom wisten we dat niet? Omdat wij ons nooit met de gemeentepolitiek bemoeien. Ai, joh, die rotpolitiek. Laat je toch niks wijsmaken? Daar hebben wij toch geen invloed op? Die lui zijn allemaal zo corrupt als een... weet ik veel. Nou, voor een docenten hou je er vreemde ideeën op na. Hier, dit huis afbreken. Hoe kunnen ze? Dat kunnen ze omdat wij ze in de gelegenheid stellen door het te verkopen. Nou wil ik niet vervelend zijn, maar mijn hartewens was nou ook weer niet, hè? Joris, hou op. Ik waarschuw je. Ja, de heer van Halen is wel wat aan de late kant, maar dat zal wel komen.
Ja. Ja, goed, ik neem hem wel even. Ja, met de haas? Nee. Alle mensen. Ja. Ja, het is force majeure. Mm-hmm. Inderdaad. Ja, ik heb er nota van genomen. Ik dank u wel. Goeiedag. Ja, daar is iets. Ik had zojuist een vertegenwoordiger van de bank aan de lijn. De verkoop kan niet doorgaan, is nietig verklaard. Omdat de koper in gebreken zal moeten blijven. De heer Van Halen is failliet verklaard. Wat zegt u? Failliet? Dus kan de verkoop nou niet doorgaan? Ik vrees van niet. Ja, u zou tegen de heer Van Halen een proces kunnen beginnen, maar ja, dat zal weinig opleveren. Maar mevrouw... Oh, het gaat niet door, joh. Nee, het gaat niet door. Ja, het is bijzonder pijnlijk voor u. Ik voel met u mee, maar ja, die dingen die gebeuren nu eenmaal. Uiteraard hebt u recht op de reeds gestorte waarborgsom van 10%. Die kunt u als schadevergoeding beschouwen. Oh, geweldig, die rotvent failliet. Net goed. Ja, maar mevrouwtje, u vindt toch heus wel een andere geschikte koper. Oh, nee hoor, nee hoor, nee hoor. We gaan dat lieve huis nooit meer verkopen. Hè? We halen de drempels eruit, we laten er een lift in zetten en we blijven erin. Ja, neemt u me niet kwalijk. Wij nemen u niets kwalijk, echt niet. Integendeel, wij beschouwen u als brenger van het goede nieuws. Goede nieuws? Die arme man, hij begreep er geen barst van. Ja, en dan loop je ook zijn centen mis. Nou, die kan niet beter missen dan wij. Kom op, we gaan naar huis. Ons huis. Hé, hey, 10% van 6,5 ton, dat is... 6.500 gulden. Is dat zo? Nee! Dat is 65.000 gulden. Nee, je bent niet wijs. Zeker weten. Allemachtig. Nee, je hebt gelijk. Een vermogen? Dan laten we het hele huis van opknappen. Ja. Kijk, als we hier lavuis laten leggen, dat is dat hartstikke chic. Ja, maar dan moeten we het ook laten schilderen, want anders staat het als een vlag op een modderschuit. Natuurlijk, natuurlijk. En het toilet kunnen we laten uitbreken. Dan kun je je kont niet keren, het halletje erbij trekken en we hebben een koninklijke zit. Oh, ja, en weet je wat ik ook altijd zo graag wilde? Mevrouw Huisman. Meneer Van Hooy is weg. Goedemiddag. Of, hij heeft een nieuwe koper voor het huis. Nee. Nee? Nee, we willen helemaal niet meer verkopen. Nee, echt niet. Meent u dat? Het bod op de bungalow is geaccepteerd. Nee, nee, we zien ook van de bungalow af. Ja, wat moet je met twee huizen, hè? Oh, nee. Dat meent u niet. Wat? We zitten eraan vast. Bod is geaccepteerd, koop is gesloten. Geef eens. Met huismanier, we zien er vanaf. Waarborgsom. Op die manier. 10%. Ik begrijp het. 65.000 gulden. Dag, koninklijke zit. Dag, plavuizen. Kijk nou eens. Stop! Zo! Dat zijn geen halve maatregelen, buurman. Als jij maar niet denkt dat ik het om jou gedaan heb. Ik heb gewoon geen zin om tegen een sekshuis te moeten aankijken. Oh, is een prachtige boom. Wat je zegt, dat wordt een lust voor het oog. Weet je wat, Hanna? Dan verhuizen we toch niet? We blijven gewoon hier wonen. Prettig geregeld.